Denken jullie dat Brigadier Oesja de onbekende kunstenaar is? Dus ze is politiekoe en kunstenares? Chico, je kan meer dan één ding zijn. Dat kunnen we allemaal. Mira, Brigadier Oesja gaat weg. We moeten haar even spreken. Kom mee. Brigadier Oesja, wacht. Droef heeft dit prachtige schilderij gevonden. We vroegen ons af, is het van u? Echt waar? Brigadier Oesja, u bent een geweldige kunstenares. Ik zou uw schilderij graag tentoonstellen. Is dat een ja? Ja of een nee? Brigadier Oesja, wacht! U heeft een heel speciaal talent. U bent niet alleen politiekoe, maar ook kunstenares. We kunnen allemaal zoveel dingen tegelijk zijn. Let maar op. Brigadier Oesja, wij schilderen het wel voor u. Pakken en op wil eten zonder dat iemand het te pakken krijgt. Ik geloof dat Brigadier Oesja haar schilderijen begeeft. Mag Priya het ophangen in haar tentoonstelling? Dat is een ja! Dan is de zaak gesloten. Fijn, laten we het gaan ophangen bij de tentoonstelling. Wacht, Brigadier Oesja, u moet het nog wel tekenen. Mangoverf? Wat een prachtig werk, Brigadier Oesja. Dank u, fijn dat u het wilde delen. En Priya, bedankt voor het organiseren van deze mooie tentoonstelling. Heel graag gedaan, majesteit. En Mira, bedankt voor het vinden van de kunstenaar. Graag gedaan, majesteit. Ik moet dit zogenaamde kunstwerk echt beter bekijken. Het is ongelooflijk! Die verf, die penseelstreken, geniaal! Geloof me, ik kan het weten. Brigadier Oesja, prachtig werk. Ik heb haar ontdekt. Brigadier Oesja, wilt u me laten zien hoe u verf maakt? Brigadier Oesja, wij zijn enorme fans van uw werk. Enorm! En als u ooit niet kan kiezen wat u moet schilderen, kies een mangoest!